Yo mensen, welkom bij een gloednieuwe video. En vandaag, het is geen FIFA, dat zagen jullie al aan de titel, dat zien jullie aan dit. Er staat daar een basketballertje, het is niemand anders dan The Beard, oftewel James Harden. En vandaag ga ik dus weer NBA 2K16 spelen. Ik deed dit in 2015 heel vaak, of ik heb een aantal keer gedaan met 2K15. Toen viel het ontzettend in de smaak, er zijn zoveel mensen die aan mij hebben gevraagd of ik dit terug wou brengen. Dat ik dacht van, weet je wat, het is 2016. Waarom probeer ik dit niet gewoon wekelijks op zaterdagmiddag te uploaden? Gewoon als bonusvideo, dus de 3 A4 FIFA video's hou je gewoon per week. En dan komt er ook nog gewoon een bonusvideo van NBA bij eigenlijk. Mocht je dit nou ontzettend vet vinden, vergeet dan zeker niet even een blauw duimpje te geven. Hier zie je mijn team. Mocht je nog denken van, ik weet niet of ik dit leuk vind. Kijk lekker door, vind je het uiteindelijk niks, druk lekker weg, dan maakt het ook helemaal niet uit. Denk je nu al, hey, dit vind ik helemaal niks. Dan druk gewoon nu al weg. Denk gewoon, weet je, dit komt als bonusvideo. Dus dit is niet ten koste van FIFA. Het is gewoon een lekker bonusvideootje erbij. 1 keer per week voor de mensen die het leuk vinden. Natuurlijk is het wel super chill als jij denkt, dit vind ik vet. Om dan ook zeker even een like te geven. Zodat ik kan zien dat jullie het vet vinden. Ik speel vandaag tegen de Magic en ik heb de eerste bal al verloren. Ik ben nog niet al te beast in dit spel. Dat zullen jullie natuurlijk wel denken. Want ik ben natuurlijk echt overal natuurlijk een ontzettende beast in. Maar ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ik heb in ieder geval het eerste reboundje al te pakken. Ik heb al 2 gouden spelertjes in mijn team. Voor de rest zijn ze allemaal brons, volgens mij. Dit was niet eens de bedoeling wat ik nu deed, maar niet uit. Voor de rest zijn er 2 brons en een zilveren. En de bank is helemaal brons. Oh, dikke fade. Oh, 3 punten meteen. Oh, het is 2. Oké. Fuck my life. Nou, maakt niet uit. Goede score al. Je bent geen complete bos in. Ik speel tegen Vucinic. Dat is deze man die bal net even lekker binnen dunkte. Ik had hem vorig jaar op mijn team. Altijd in mijn team zitten. Wellicht dat er nog mensen zijn die dat weten. Oh, lekker stieletje. Prima product. Toen was hij echt super beast voor me. Ik hoop niet dat hij dat nu tegen me is. Want ja, dat zou niet chill zijn. Want ik speel tegen hem. Kijk, dit is dus kloot aan die Vucinic. Die gast is echt fucked up lang. Oké, hier speelde hij me echt compleet weg. 3 punten tegen. Maakt niet uit. No stress. Eerste kwart. Oh, prima hoor. And one. Oftewel, 2 punten en een vrije worp. Het was zeker wel een lekkere actie. De hele bult trilt. Wat een bitches. Maar ik gooi... niet in. Oh mijn god. Kan je echt niks aan doen. Het is puur geluk. Dit spel draait sowieso wel een beetje om momentum. Oftewel... de ene keer gooi je alles binnen en de andere keer gaat er niks in. Dat verschilt een beetje. Oh, dit was wel lekker gedaan van hem. Oh, hij mist hem alsnog. Maar net had ik bijvoorbeeld dat ik een heleboel ballen achter elkaar mis. Maar zo maak je er ook weer een paar achter elkaar. Ik bedoel, kijk, voor hetzelfde gaat deze nou in. Kijk, dat bedoel ik. En dan is het zo weer bijna gelijk. Het kan zo snel gaan in basketbal. En dat vind ik eigenlijk ook een mooie eraan, weet je. Je hebt nooit al dat je zeker bent van... godverdomme. Van een overwinning of van een nederlaag. Het kan gewoon altijd nog. Zeker als je pas een kwart binnen bezig bent. Oh joh. Kijk, dat is dus jammer aan van die bronzen downers die dan ook nog kapot lang zijn en eigenlijk alleen maar zijn om rebounds te pakken en zeg maar niet om zelf punten te maken. Oh, kapot had geblokt door diezelfde gast. Oh nee, dit is een andere. Hij kon zelf alleen niet doorlopen, maar dit is prima uitgespeeld. Hij werd kapot had geblokt. Kijk dan, er staan 9 mensen langs de kant om in te vallen. Terwijl dat je maar met z'n 10 op het veld staat. Dat betekent dat dadelijk gewoon maar 1 iemand van mijn team blijft staan. En alle andere 9 worden gewisseld. Ah, fuck, ik mis er weer één. Ik zei net dat je er niks aan kon doen. Dat is er niet waar, want je moet natuurlijk wel een beetje goed die release, zeg maar. Dat je het moment dat je hem loslaat, dan moet je zelf wel bepalen. Maar ja, soms dan heb je dat je net te vroeg bent, gaat hij erin. En soms ben je net te vroeg en gaat hij er alsnog niet in. Je moet er wel, ja, ik weet niet waar dat soms aan ligt. Zo, de tering. Heerlijke blok. En de bal is ook nog voor mij. Dat had ik niet eens verwacht. Hij werd kapot afgeblokt daar. Oh, en hij wil heel stoer dat balletje achter zijn rug doordunken. Wordt kapot afgeblokt. En aan de andere kant maak ik hem af. Haha, wat een loser. Heerlijk, Lauwe. Oké, het is rust. Ik sta 30-23 voor. 7 punten, dat lijkt dan heel veel. En dat is het eigenlijk op dit moment ook wel. Maar, ja... het is basketbal, dus het is zeker chill. Het gaat goed, dat zie je. Ik heb 57% field goals, hij maar 40. Ik heb 13 rebounds, dus het gaat allemaal zoals het moet gaan. Maar ja, het blijft basketbal, dus ik moet dat ook wel echt gaan blijven volhouden. Want voor je het weet, knip je met je vingers en is die voorsprong weg. Lowry dan.
Ja, nee. Oh, what the fuck. Hij kwam boven tegen het bord. Wat is dit? Hé, hey, joh. Hé, hey, joh, waarom doet mijn speler dat niet? Nee, die blijft gewoon lekker lopen. Die denkt, oh, het zal mij tot wel duren. Hij had gewoon die bal moeten pakken, man. Goal. Oh, nee, 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 nee. Ook nog. Dat bedoel ik. Bam. Verschil nummer 2. Oké. Okay. Als hij deze de bal er nou ingooit, dan komen we gewoon gelijk. No chill. Oké, okay, het is ook gelijk. Oké, okay, het einde van kwart 3 zit eraan te komen. Ik sta nu zelfs 2 punten achter. Dat wil niks zeggen natuurlijk. Al is het wel dat ik nu alleen met mijn bronzen grapje speel. Ik moet zeggen dat ik het wel moeilijk vind om te scoren met hen. Al doet hij dit best prima. En we staan weer gelijk. Maar het is een spannend potje, man. Maar dat is wel lekker. Dat is zeker niet verkeerd. Oh, lekker maat. Ik deed dat niet zelf om idee, maar maakt niet uit. Het is wel weer gelijk en het is zeker niet verkeerd. Oké, okay, we gaan het vierde kwart starten met 2 punten achterstand. Dus dat is kapot spannend. Wij beginnen met de bal, dus laten we hopen dat het niet meteen 4 of 5 wordt. Maar dat ik eens gewoon de bal kan pakken voordat zij scoren. Zo, ja. Netjes, dit bedoel ik. Precies dit. En hou eruit. Nou, Howard. Hoppa. Zijn dat er 3? Ja, dat zijn er 3, mate. Goed, goed. Dat is nou een lekker begin van een kwartje. Oh, fuck. Oh, koekoen. Hij heeft nog 2,4 seconden. Dat moet te doen zijn. Al komt die teringvoetje niet erin. Die gaat hem sowieso maken. Met zijn hoofd. Niet maken met zijn hoofd, maar ik bedoel, hij maakt hem met zijn hoofd. Nee, fuck off. Oh, dit is lekker hoor. Dit is lekker gespeeld. Vast breekje, Michael Brown maakt hem af. Goeie passen van Gordon Hayward. Hij gooit tegen de zijkant van het bord. What the fuck. Oh, dit... Wow, die kwam even binnengevlogen. Kunnen we daar een herhaling van krijgen? Gordon Hayward, klabats. Kom maar. Wat een goal. Oh, right, hij zat er 3 seconden in. Dus dit is mijn voordeel. Laat maar niks gezegd over mijn goal. Oké. Okay. Dat betekent dat we nu weer 1 puntje achterkomen. Maar we krijgen ook nog eens de bal. Dat is het chillen aan het hele verhaal. En Lowry is on fire. Dat zie je aan die rode cirkel die hij om zich heen heeft. Oh, die is nu weer weg. Oké, okay, leuk. Nee, nee, god, nee, ik kan nu echt, kut, ik ga het niet verneuken, jawel, waarschijnlijk wel. Oh mijn god, 6 punten achter nu. Ja, klote. Dit maak ik nooit meer goed. Kom maar, gooi binnen. Kom maar, 3 punten verschil nog. Let's go, Hayward. Nee, verliest hij hem. Wat doet hij? Nee, ik ga deze wedstrijd verliezen, want dit lukt nooit meer. Ja, het won nu al. Het verschil wordt nu nog wat groter, want natuurlijk... Je probeert nog een keer voor de gein een 3 puntje te gooien. Oh, dit vind ik oprecht jammer, man. Het is echt ook veel moeilijker dan ik nog had gedacht dat het was. Het potje zit erop. 8 punten verschil gewonnen. Gewonnen. Was best feest. 8 punten verschil, verloren. Ja, ik heb tips nodig. En ik hoop dat die van jullie kunnen komen. Dingen die je slim kunt doen. Hoe je dingen slim aan moet pakken ofzo. Want dit was niet echt een daverend succes. Ik krijg wel 513 empty points. Wellicht de speler die ik moet kopen. Kopen is misschien iets wat jullie mee kunnen helpen. Ik hoop jullie allemaal volgende aflevering weer te zien. Volgende week zaterdag. Dus gewoon bedankt voor het kijken. En later mensen.